Heerlijke muziek van de Editors met Munich hier op Breda Nieuws Nakpraat Radio. En dan hebben we het natuurlijk bij Breda Nieuws 107.3 FM. Munich, dat is onze volgende Europese tegenstander. Ja, denk eens ook. We hebben al drie keer niet verloren. Bayern. 1860. Dus Bayern. Dat wordt Europees voetbal. 1860 is veel gaver. 1860, ja, dat is een veel leukere clubje misschien toch. Spelen die nog in de Allianz Arena? Nee, ja, die zijn met toch weer terug naar de Volgens stadion, mij zijn die naar de originele terug. Ja, Bayern heeft nou de stadion voor zichzelf. We gaan trouwens nog even heel snel naar www.derad.nl, ja, want daar staat onze radpol en die gaan we over 3 seconden starten. Ja. En dan kun je nog net eventjes stemmen. Dus ik zal hem nog eventjes refreshen, drekken voordat we gaan starten. Maar eerst maar de jingle, hè. Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Dit is Nakpraat. Iedere donderdagavond van 8 tot 9 op Breda Nu. De radbol van deze week. Nou, we trappen er niet in, hè? Nee, dat doen we niet. Weet je wat nou het grappige is? Dan moet ik hem terugdraaien, maar die schuif is niet vooruit gegaan. Oh. Dat is helemaal weer wat anders. Maar de radbol van deze week, waar gaat die over, Marcel? Uiteraard over Emmen. En wij hebben ons afgevraagd, wat is het mooiste aan de uitpot naar de Oude Meerdijk. Dat is voor de kenners het stadion van Emmen. Ja, de Oude Meerdijk. De Oude Meerdijk. Ja. Stadionplein nummer 1 heb ik al opgezocht. Zo. Ja. Straks, om in de tom-tom te gooien. Als we er naartoe moeten rijden. Stadionplein 1. En daar vroegen we ons eigenlijk af, wat is nou de mooiste ervaring die je hebt meegemaakt? Ja, we hebben toch wel leuke ervaringen. Ik ben er gewoon 2 keer in de week geweest. Ja. Mm-hmm. Kijk, hier zit een veteraan. Is dat voor Twente? Ja. Nee. Je was Emmen. We hebben toch niet... Voor de beker en voor de competitie. Oh ja. In één week, 2 keer tijd. Ja, dat klopt. Maar ik zei ook al, ik geloof een paar weken geleden toen we het over Groningen hadden, hebben we ook zoiets hetzelfde meegemaakt. De laatste competitiewedstrijd. Ja. Een bekerpotje. En dan ook nog eens een keer de eerste wedstrijd in de play-offs. Was ik ook bij, volgens mij. De eerste wedstrijd in de play-offs. Dus ik geloof dat we toen bijna 2000 kilometer hebben gereden in een paar weken tijd. Alleen eventjes heen en weer naar Groningen. Al die wedstrijden, er gaat niets boven Groningen, behalve iedereen op dit moment. Maar ja, remmen niet voor Emmen. Dat doen we. Remmen niet voor Emmen. Gaat van alles boven doen. Maar ja, als we het dan toch over hebben. Ja, we gaan het met horten en stoten proberen. Okay. Maar daar komt hij. De radbol van deze week. Nummer 6. Op nummer 6 staat met 4% Brigata Grammatica. Ja, Brigata Grammatica. Zeg het goed? Ja. Ja, dat is wel leuk hoor. Deze groep is dat is een beetje een parodie op wat we hier hebben gemaakt. De Brigata Fanatico heet die jongens. Brigata Fanatico. En dat is een beetje de tyfo-groep van de sfeergroep. De fanatiekelingen. Bij je FC Emmen. De trommelrammers. En toevallig genoeg zijn die jongens 2 jaar geleden of 2 of 3 jaar geleden begonnen. Ergens in een wedstrijd, ergens in februari. Wij waren hun debuutwedstrijd. FC Emmen tegen NAC was de eerste wedstrijd dat zij in die formatie op de tribune stonden, genaamd Brigata Fanatico. Maar ik ben niet zo heel goed in de Zuid-Europese talen, maar volgens mij, en dan kijk ik Joep een beetje aan als leraar Frans. Het is toch zo dat die twee woorden, Brigata en Fanatico, dat kan toch niet, volgens mij. Dan moet of Brigata Fanatica zijn. Het is of vrouwelijk of mannelijk. Dus het ligt aan het geslacht. Ja, het ligt aan het geslacht. Dus je kan niet... Het is een beetje genderneutraal. Misschien zijn ze weer de heel tijd modern vooruit, zeg maar. Ja, heel modern. Ja, ja. Maar toen maakten wij bij een debuut een beetje ginnegappend zo van... Ja, Brigata Fanatico, Brigata Grammatica. Want daar klopt eventjes iets niet in jullie naam. Maar goed, ze hebben het nog een beetje volgehouden en ze doen goed werk. Want ze maken leuke acties en een goede sfeer daar op die korte zijde van hun. Dus alle props naar die gasten, want ze doen allemaal goede dingen voor een club. Dus zodoende. En we gaan gewoon eens kijken hoe dat er live bij staat binnenkort. Hè? Ja, dat aankomende zaterdag half 7. Ja, joh. De radbol van deze week. Nummer 5. Op nummer 5 staat Wildlands Emmen niet te temmen. Ja. Met 11% maar liefst. Ja, inderdaad. Emmen niet te temmen. Ja. Joep vindt het leuk. Wildlands Zoo. Ja, dat is ook iets moois. Nee, dat is heel iets anders. De van wat ik wel gehoord heb, de intree is schaars bij Hansje Poppelaars. Ja. Dat is weer eens wel anders. Die krijgt de zoo wel vol hoor. Ik zeg dat maar zo, want dat is korter als dierentuin. Hè. Ja. Maar de Wildlands Zoo, dat ligt daar vlakbij. Dat is bijna dezelfde afslag volgens mij als voor de Oude Meerdijk. Ja, bijna wel hè. Ja.
Emmen heeft maar één afslag. Ik zei wel, we kunnen op tijd gaan en dan bij Wildlands even de avondmaaltijd nuttigen en dan richting het stadion gaan. Ja, dat kan ook. Ja. Dus Hans, zet maar een visje klaar. Ja. Een broodje buffel. Ja, ja. Lekker man. Giraffenboot. Ja, toch? Een broodje app. Was dat voldoende over de nummer 5? Want u bent de regisseur van dit programma. Hè? Ja, dus, ja, we gaan gewoon door reclame maken totdat we een vrijkaartje krijgen voor die dierentuin. Hoor. Ja. Wildlands. Oh, dus op nummer 5 stond... De Wildlands Zoo. Ja. Oh. Emmen, niet te temmen. Niet te temmen. Ja. De ratbol van deze week. Nummer 4. Op nummer 4 met 14% de Blokhut. Ja joh, de Blokhut. De beroemde Blokhut. Ja, dat is fijn. Op berucht, dat kan ook. Dat is zeg maar het clubhuis van de Brigata Grammatica, Brigata Fanatico. Daar zijn we ook vorig 2 jaar terug nog uitgenodigd. Vorig jaar ook nog. Nee, vorig jaar speelden we Eredivisie. Ja. En hartstikke gastvrij, goede contacten met die jongens. En die hadden ons uitgenodigd om ook even bij ons naar de wedstrijd in dat blokhuis te komen. Direct naast hun tribune. En het was nogal een gedoe om daar te komen. Ja. We moesten eerst wel, we hadden toestemming daar ook om daar binnen te komen. Maar we moesten eerst dat stadion nog eventjes omlopen en allemaal over hekjes en achter tribunes langs. En uiteindelijk kregen we een seintje, ja, zus en zo. En daar eroverheen en daar doorheen, daar de deur door. Uiteindelijk kwam er iemand een deur open doen van de achterkant van een tribune. En ja, oké, dan lopen we naar binnen. Maar daaronder was nog in de kamer, was in de keuken, waren nog allemaal mensen bezig. Die stonden allemaal eten te bereiden. Die waren zo, van de foodcounters en koffie aan het zetten. En die hadden dan nog nooit de supporters van de tegenpartij door die deur naar binnen zien komen. Dus Oei. Die stonden in één keer van volle bak werk. In één keer stokstijf achter die balie van, wat is dit? Het zijn allemaal mensen in ons kiel, zo onbeschermd zijn we. Het grote kwaad komt binnen. Hè, de geel-zwarte woestenij komt nou in de deur door. En vlucht voor je leven. De hooligans. Waar is het bier? Ik wou zeggen, dat kun je beter hebben dan zo'n etenstentje slopen. Op station Tilburg, ja, hè, vlak voordat je richting Amsterdam gaat. Wij gooien niet meer koek. Wij gooien niet meer koekkast. Wij doen ze gewoon keurig open en halen een biertje eruit. Ja, nee, maar we zijn daar keurig doorgelopen. Overal afgebleven en overal keurig gedag gezegd. We zijn natuurlijk allemaal hele keurige jongens. En lekker biertje gedronken daar in de Blokhut met de jongens van de Brigata. En kon je ze wel verstaan? Veel nieuwe leuke mensen ontmoet. Maar ze wilt er verstaan? Nee, dat doet het niet. ze spreken daar nou 30 bier ook een beetje de taal van de Café Matrix. Ja, zo gaat het in de BA. We praten allemaal universitaire taal. Hè. Dus, nee, dat is hartstikke leuk. Leuke contact opgedaan daar. En we steunen die gasten ook nog met de raad en daad. Zoals met hoe je... We helpen ze de winter door. Als groeiende groepering en zo. We sturen wel eens een voedselpakket. Helpen we elkander. Dus, Giro 555. Ja, nee, maar ze zijn goede dingen bezig. Hè. Dus ze maken allemaal nieuwe dingen mee als beginnende groepering. Ja. Hoe gaan we met supportersraden en toestanden. En hoe gedraag je richting directie toestanden. Dus dat doen de gasten goed. Ja. Ja, ik ben blij voor die jongens. De ratbol van deze week. Oh, tijding, nummer 3. Op nummer 3. Even kijken welke. Blokhut gehad. Dan naar 21. De reis er naartoe. De reis er naartoe. Maar dat is een hele onderneming. Zeg. Goeie dag, man. Ja, en dan want dat ligt gewoon boven de Poolcirkel. En dan valt het nog mee ten opzichte van vroeger. Want het lessenstukje is nou gewoon snelweg. Ja, dat was vroeger niet. Inderdaad. Op een gegeven moment wordt het, dan ga je rijden. Biertjes en zo. Nog een biertje. Dus officieel is dat het einde van de wereld. En dan worden loofbomen worden in één keer naaldbomen. En dan wacht op de eerste ijsbeer. Op een gegeven moment de sneeuwkettingen op, hè? Ja. Vergeet de sneeuwkettingen niet, hè? Dus, ik heb alweer een dan komt Yeti tegen. Ja, en je moet ook niet je tong tegen het raam aan doen. Je mag niet meer aan het raam likken, want dan blijft je tong eraan vastzitten natuurlijk. Ja. Maar dat is de ijsberen in Wildlands weer, hè? Ja, Wildlands. Dat was trouwens de nummer 5. Wat was ook weer de nummer 5? De nummer 5 is Wildlands Zoo. Emmen, niet te temmen. Niet te temmen. Kom ook. Ja. Gratis kaart in. De gratis kaarten zijn schaars bij Hans Poppelaars. Het blijft leuk, hè? Ja, daarom. Komt helemaal goed. Maar we hebben een gedeelde nummer 1 voor mij. Zo, is dat zo? Zijn die allebei nummer 1? Oh, dat is jammer. Oh ja, gedeelde nummer 1. Oh ja. Oké, dan doen we die. Dan die doen we als laatste en dan doen we die als tweede. Want anders hebben we een mooi bruggetje, denk ik. Dat is goed. Ja. Oh ja, ik snap hem. Ja, ik snap hem. Tuurlijk. Je snapt hem al. Zal ik dan gewoon de nummer 2 starten? Ja. Net alsof. En wil je dan direct met of zonder echo, Marcel? Met echo, oké. De ratbol van deze week. Nummer 2. Op nummer 2 met 25% de boekmakers van Honeybet.
Hunibed, ja. Hunibed. ik vind dat wel een mooie sponsor voor op mijn shirt. Ja, ja, ja. Hunibed. Dat zou wel mooi zijn, hè? Als die op het shirt staan. Ja. Ja, Hunibed. Hunibed. Ja, je hebt natuurlijk allemaal van die hunnebedden daar, hoor. Dus, maar mocht het Nederlands voetbal al gesponsord worden door volgens mij niet door gokkantoren, nee. Nog niet? Of nee, nog niet? Nee, nog. Ook überhaupt niet. Volgens ook niet mij überhaupt niet. Want dat doen ze dan wel weer in andere landen en in Nederland nog niet of zo, hè? Ja. Is dat een goede ontwikkeling, denk je? Nee, ja. Er ligt er wel echt geld voor op. Er zit wel veel geld, hè? Kijk maar wat er in België zit, zou ik bijna willen zeggen. Maar België is ook niet. En wat het nu oplevert. Loopt het. Gezien alles wat dat mee te maken heeft. Ja, dat geeft te denken. Ik bedoel, wij steken ons handen niet in het vuur voor enige voetbalorganisatie in Nederland, CQ in heel de wereld. Dat is waar. Want het mag nou allemaal zo leuk in België zijn, maar wil niet zeggen dat dat in Nederland niet voorkomt natuurlijk. Ja. Nee. Ja, het is niet uitsluiten. Is ook wel gebleken, hè? Ja. Is ook wel gebleken. Dus, en Groningen. Ja, Cargbo, hoe heet die? Sharky. Ook dat, Sharky, van Willem II nog. Ja, van onze zusjes. Stoute zusjes. Maar Marcel, is u er klaar voor? Ja, ik ben er helemaal klaar voor. Ik zou zeggen... De ratbol van deze week. Nummer 1. 1. Op nummer 1, ook met 25%. Daniel Lohuis op zijn fiets. Zeg nou. Dat trouwens goed, die achternaam? Ja, op zijn fiets. Lohuis. Lohuis. Ja. Lohuis. Ja. Dat is wel een goede echo trouwens, hè? Lohuis. Werkt hij nog? Memmen. 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 Okay. Ja, maar die komt op de Emmen, hè, Daniel Lohuis. Ja, die is van Skik. Ja, Skik. Dat is die krullenbol, toch? Ja, dat is Skik in. Ja. Ik weet niet of die krullenbol is, hoor. Maar krullenbol, ja. Die is goede vriendjes met Iels de Lange. Ja. Oh, die praat ook zo, potlood. Ja, maar die komt uit Twente, potlood. Die komt van Heracles af, hè? Ja. Amlo. Cola. Hengelo. Hallo. Ja. Die komt helemaal goed. Bacardi Cola. Maar ja, als we het dan toch over die Daniel Lohuis hebben. Hebben we daar een nummer van of niet? Ja, vast wel. 0613. Oh, nummertje. Ja, maar 0632330310. Ja. Nee, ze hebben dan nog een cijfer minder daar zo in Emmen. Dat is een lekker nummertje. Wat? Dat wou ik zeggen. Maar gaat het zoals het gaat? Of gaan we fietsen? Zoals het giet. Het giet zoals het giet? Het giet zoals het giet, jongen. Nou, Lohuis. Dan gaan we eens kijken. Gitaar! Wel lekker nummer.